dan van de bloemetjes naar de bijtjes. Dat kun je wel zeggen, ja. Want als je nou als die aan die beesten denkt... en als die beesten dan obesitas hebben, Maaike... ja, dat is toch een verhaal dat je denkt, waar komt dat vandaan? Krijgt bijkomen toch ineens een hele andere dimensie, zou je kunnen zeggen. Want we gaan het over deze beesten hebben. Die leven namelijk van de honing. Alleen zoals dat bij mensen ook is, is te veel nooit goed. En dus kampen ze met een probleem in Hortus Botanicus in Leiden. Daar hebben ze bijen met obesitas. Tienduizenden van deze geel-zwarte jongens die zijn daar overleden... omdat ze te veel honing meenamen. Dan wordt het zeg maar gewoon te krap in de korf. Wat hier misgegaan is dat die rand aan honing op een gegeven moment zo dik geworden is... dat de koningin in het midden geen ruimte meer had om eitjes te leggen. Dus er zijn geen jonge beetjes meer geboren. En dan wordt op een gegeven moment het volk zo klein dat de koningin niet meer verzorgd kan worden. En dan gaat het volk dood. Een van de verklaringen is dat mensen graag honing eten en mensen dus bij bijen ook gekweekt hebben op meer halen en steeds meer honing halen. En in een moderne imkerij is dat geen probleem, want daar kan je steeds te veel aan honing wat ze halen weghalen. In korven lukt dat niet, is dat echt heel moeilijk. Als je honing uit een korf wil halen, moet je eigenlijk het volk doodmaken. Dus ja, dat is dus links of rechtsaf, haal je te veel honing in een korf, dan ga je dood. Ook ja. Dit nog. Ja, zeker. Ja, ik vind het heel fascinerend. Hè? Want het is dus menselijk ingrijpen, waardoor we dan opeens een bijvolk krijgen... wat kennelijk onder redelijk natuurlijke omstandigheden gewoon niet meer kan voortbestaan. Ja. Dus ja, we blijven knutselen met die natuur en dan maken we het weer een beetje kapot... en dan hopelijk verzinnen we ook weer iets om het op te lossen. Ja.